Ron Vlaar eindigt dit jaar als voetballer bij AZ en lijkt in de voetsporen te treden van oud-international Hans van Breukelen, die vaak managers toespreekt uit het bedrijfsleven. Bij voetbalvereniging Hollandia in Horen waren het de sponsors die aan Ron zijn lippen hingen. Met een diploma HAVO op zak en een rijke internationale voetbalcarrière in binnen- en buitenland lijkt er zeker een toekomst als voetbaltrainer voor hem weggelegd. In een leuke, amusante uiteenzetting, ingeleid door Michel Lieshout van Hollandia, vertelde Ron over zijn voetbalverleden. Zijn successen, dieptepunten, 2x kruisbanden gescheurd, het Nederlands elftal en zijn terugkeer bij AZ. Ron is binnen en ja, hij is begonnen bij Apollo en toen is hij naar SDW gegaan. En altijd als je begint moet je een quote hebben. Hij zegt, waarom ben je nou nooit bij Hollandia begonnen? Hij zegt, het is heel jammer, dan had ik nou waarschijnlijk bij Barcelona gezeten. Maar die heb ik hem even heel gehoord. Dus het eerste foutje hebben we vanavond al. En ik hoop dat het niet te veel komen. Maar ik geef nou het woord aan Ron. Maar ja, dat is natuurlijk ooit ergens begonnen. Michel heeft het net al genoemd. Apollo 68. Toen ik 6 jaar oud was, ben ik daar begonnen met voetbal. Ik moest eerst mijn zwemdiploma halen. Ik zal het toch maar even zeggen, man. En dat zal nooit veranderen. Ik krijg je altijd te horen. En toen mocht ik gaan voetballen bij Apollo. Nou, dat was bij ons eigenlijk achter in de tuin. Er zat een hekje tussen. En ik kon elke dag op het voetbalveld kijken. Dus die liefde was snel geboren. Voor het voetbal in ieder geval. Nee, toen ik een jaar of 11 was, uiteindelijk de keuze gemaakt voor SVW 27 uit Heerenwaard. Maar goed, bij AZ was dat toen toch wel even anders. Er waren op dat moment niet zo heel veel spelers die doorbraken bij AZ. Ik heb mijn debuut gemaakt tegen RKC Waalwijk uit op 23 april 2005. Ron Vlaar, ja, op het eind van de carrière. En ik kan me herinneren, ik heb jou het begin van je carrière heb ik je nog geïnterviewd voor de Zondagskrant. Kan je het nog herinneren? Nou, een klein beetje. Toen ik je zag, herken ik dat gelijk natuurlijk. En mijn vader memoreerde er al aan toen we hierheen reden dat je er zou zijn. Dus ja, dat is wel leuk natuurlijk dat we elkaar nu weer tegenkomen na zoveel jaar. Wat denk je? Ga jij toch een trainerschap in, denk je? Of ga je wat anders doen? Dat zou goed kunnen. Daar ben ik wel over aan het nadenken. Maar ik zou daar misschien al dit jaar wat mee gaan doen, maar dat is er gewoon nog niet van gekomen. Dus ik laat dat rustig op me afkomen. Maar jij bent natuurlijk ook toch wel een HAVO-klant. En als HAVO-klant kan je natuurlijk behoorlijk je eigen profileren op een trainingscursus. Nou, dat denk ik ook. Uiteindelijk gaat het er ook om wat ik echt wil. Weet je, ik denk dat ik spelers wel iets kan meegeven. Voor eventueel een carrière die ze gaan hebben. Vind ik dat leuk? Vind ik het leuk om op het veld te staan? Uiteindelijk moet ik het ook gewoon ervaren. En ik heb het net ook al aangegeven, plezier is een heel belangrijk onderdeel. En als ik het echt leuk vind, ja, dan zal je dat ook terugzien in de uitstraling die ik daarin heb. En hoop ik dat ook weer makkelijker over te kunnen brengen op de jongens. Oké, aan zaterdag. Kunnen jullie dan weer opwinden? Ja, tuurlijk. We moeten. Kijk, we hebben natuurlijk een mooi resultaat gehaald tegen Ajax. Die lijn willen we doortrekken. We zitten er na de winst op over het algemeen natuurlijk sowieso goed in. Ja, je hebt een goede flow. Ja, zeker weten. En die lijn wil je doortrekken. Groningen is na de winterstop ook heel goed bezig. Dus dat wordt gewoon weer een zware pot. En zo benaderen we die ook. En we moeten gewoon van onze eigen kracht uitgaan. En thuis 3 punten houden. Voor nu en in de toekomst, veel succes. Dankjewel.